Mijn rol in het project is werkvoorbereider. Eigenlijk heb ik het technisch ontwerp gemaakt van dit hele project, dus de hele haven Zuid. Ik heb ervoor gezorgd dat ook alles aangelegd is samen met de aannemer. Ja, er is een bepaald percentage van het hele project moet besteed worden aan kunst. En voor dat geld hebben we een uitvraag gedaan bij kunstenaars. En daar is Anne Wenzel heeft die gewonnen met haar beelden ijsvogels. En ze is een jaar bezig geweest eigenlijk met het maken van de beelden. Het kost gewoon veel tijd. En nu zijn ze zover dat ze geplaatst kunnen worden. Mijn idee was gewoon, we brengen de natuur naar het centrum van Almelo. En dan gaat het daarom, hoe ga je dat vormgeven? En dan zag ik gewoon bij het onderzoek dat ik daarvoor deed, zag ik gewoon eens een artikel. Dus de ijsvogel was weer helemaal terug in Twente. En toen dacht ik, dat is het gewoon. De ijsvogel, die moeten wij helemaal, die is niet alleen terug in Twente. Die gaan we gewoon helemaal nu naar het centrum van Almelo halen. Ik werk met keramiek. En voor mij is het gewoon makkelijker om gelijk 3D te werken. Dus ik heb kleine beelden van klei geboetseerd. En dan kan ik heel lang iets erop zetten en weghalen. En erop zetten en weghalen totdat ik denk van zo, nu is het helemaal perfect. En dan heb ik een klein modelletje. En die kleine modelletjes hebben gewoon de bewoners van Almelo ook gezien. Dan wachten wij op Luigi Zuliani, dus de man die voor mij de fundering verzorgt en de beelden gewoon in elkaar zet. En ook voorziet van de wapening van binnen. Dus buiten zijn die beelden van keramiek, maar binnen is bewapend beton. En dat doet hij altijd. En hij is er heel erg goed in. En hij gaat samen met Nederhof, met het bedrijf, gaan zij samen de beelden plaatsen vandaag. En mijn taak is eigenlijk alleen dat ik gewoon zeg welke kansen op moeten kijken. Dat is mijn taak. Het is een kleine taak, maar wel een belangrijke taak. Ja, mooi. Nu staan ze daar. Oh, helemaal mooi blauw met mooie kleuren bij de prachtige hemel voor vandaag. Dus ik ben heel blij dat we ook goed weer hebben om te plaatsen. Het is altijd een belangrijk moment. Dus het is gewoon fijn. En nu is het gewoon, zoals ik al eerder zei, aan de bewoners om te kijken en te oordelen. Dus het is niet meer, het is gewoon nu het moment dat ze van mij eigenlijk overgedragen worden. Gewoon aan de bevolking van Almelo. Als je iets, bij keramiek zei, is iedereen altijd heel erg bang. Maar hoe hufteproef zijn ze? Maar ik bedoel, als je iets terugvindt uit de oudheid, wat zijn het dan? Het zijn keramische scherven, dus ik denk altijd dat, ik weet het niet. Dus ik ben heel erg, keramiek is heel erg bestendig. Wat ik ook heel erg blij mee ben, is de kleurbestendigheid. Dus het is heel uniek om door middel van keramiek gewoon kleur naar de binnenstad te halen. En dat de kleur niet over 2-3 jaar gewoon vervaagt. Maar dat het gewoon altijd heel erg lang mooi en stralend blijft. Maar ik denk dat het plein echt heel erg mooi gaat worden. Als alles goed is, is het een kerst op de taart.